Wij doen samen presenteren, Ron en ik. Ja. Alleen ga jij maar gewoon de voorste rij zitten, dan wissel op enig moment om. Ja. Is goed. Zo, goedemiddag. Nou, het volgende praatje is van Ed Schouten en Ron Lievens. En ja, die zijn allebei in hun carrière van tegen Cassandra aangelopen. En daarnaast doet Ed Schouten, die is ook bekend van Cloud ABI. En Ron die is bezig met zijn eigen start-up. Dus ik zeg, ja, ga je gang. Goedemiddag allemaal. Voordat ik met deze presentatie begin, zal ik eerst even een beetje een achtergrond geven hoe deze is komen te ontstaan. Vorig jaar ben ik bij een bedrijf begonnen in Eindhoven waar wij een Cassandra-opstelling hebben. Die Cassandra-opstelling die functioneert helemaal goed, niks op aan te merken. Alleen ik zat ooit tijdens een lunch met mijn collega's te praten en ik besefte dat ze eigenlijk niet wisten hoe Cassandra nou in de binnenkant echt werkte. En naar mijn mening is dat toch wel iets wat tot een zekere mate wel goed is om te weten, omdat je dan goed performanceproblemen kan analyseren. Een hele tijd later stuurde Ron hier, die ook net als mij uit Den Bosch komt, een mailtje naar de Den Bosch Linux Users Group mailinglist, dat hij graag een praatje wou gaan geven over Cassandra. Nou, toen dacht ik dat er wel een mooie gelegenheid was om dan gewoon onze kennis te combineren en daar één mooi praatje uit te maken, dat zowel gaat over mijn ervaring in het gebruik van Bigtable als Cassandra, waar Ron zelf veel ervaring mee heeft. Nou, wat wij gaan doen in deze presentatie is, in het eerste stuk ga ik het voornamelijk hebben over Bigtable, Google's variant of Google's database systeem wat ze gebruiken om heel veel data op een grote schaal op te slaan. En daarna gaat Ron het een en ander vertellen hoe Cassandra zich hiertoe verhoudt. Om uit te leggen wat Bigtable is, gaan we eigenlijk een soort van gedachte-experiment houden. We gaan zelf ons eigen grote database ontwerpen en uiteindelijk komen we dan op Bigtable uit, als het goed is. Stel je voor dat we nou een bepaalde webdienst gaan maken of een of andere dienst die heel grootschalig data wilt opslaan en daar willen we dan de volgende soort queries op loslaten. Nou, het kunnen vast wel meer queries zijn dan dit, maar in de essentie zal het toch wel bij deze blijven. Je hebt één query waarmee je insertions kan doen op je data. Je kan zeggen voor een bepaalde key wil ik een bepaalde value opslaan. Ik wil bijvoorbeeld voor een naam wil ik een telefoonnummer opslaan. Je kan een get-operatie doen, heel simpel. Je geeft een naam op en je krijgt vervolgens een telefoonnummer terug. Vervolgens heb je ook een delete-operatie. Als je iemands telefoonnummer wilt weghalen uit een telefoonboek, dan kan je dat gebruiken. En je hebt een scan-operatie. Nou, wat is die scan-operatie? Die scan-operatie die geeft een lijst aan elementen terug. Nou, om dan te laten zien waar zo'n scan-operatie in de praktijk wordt toegepast, als je zo'n pagina hebt zoals Google Contacts, dan kan je dus met de knoppen rechtsboven op de pagina bladeren tussen de verschillende pagina's met contactgegevens, worden per 25, per 50 of per 100 weergegeven. Dus er moet een soort van query zijn die je naar de database kan sturen, waarmee je kan zeggen van, geef mij de eerstvolgende 25 personen, beginnende bij persoon X. Wat dan net de persoon was die op de vorige bladzijde net erbuiten viel. Dus dat is wat de scan-operatie is. Je geeft dus gewoon een startkey op, een startnaam dus, en een aantal. En vervolgens krijg je dus een lijst van nul of meerdere elementen terug. Nou, nu gaan we dus gewoon mooi een database ontwerpen die dat kan gaan opslaan. We gaan nog niet meteen kijken hoe we dit op disk kunnen opslaan en we gaan ons zeker nog niet verdiepen in hoe je zoiets kan opslaan op 100.000 servers voor 100 miljard telefoonnummers of zo. Nou, dat is allemaal totaal niet relevant. Puur een heel simpel in-memory database voor een applicatie. Nou, er zijn eigenlijk meerdere oplossingen die je hiervoor kan gebruiken. Een van de allersimpelste oplossingen die je zou kunnen gebruiken is, wat nou als ik alle gegevens van alle mensen op ga slaan in een linked list? Nou, dat is wat de gemiddelde C-programmeur waarschijnlijk zal doen. Struct met een stel pointertjes erbij en dan vervolgens een of andere gar-pointer naam en een int-telefoonnummer. En voilà, je hebt je eigen in-memory telefoondatabase gebouwd. Dat is een vrij primitieve oplossing, maar het zal het waarschijnlijk wel kunnen doen als je maar niet al te veel gegevens opslaat. Een andere oplossing die je misschien zou kunnen gebruiken is een hashtable. Een hashtable is eigenlijk een soort van manier om een linked list sneller te krijgen op een zekere manier. In plaats van dat je één enkele linked list gebruikt, is het zo dat je bij wijze van een miljoen linked lists aanmaakt.
en je zorgt ervoor dat je een bepaalde hashing-functie loslaat op een naam, waardoor er een kans van ongeveer 1 op 1 miljoen is dat je in een bepaalde list uitkomt. En op die manier kan je dus jouw lookup tijden ten opzichte van de linked list met een bepaalde factor versnellen. En zeker als je ook zorgt dat zo'n hash table ook het aantal buckets, zoals die heten, meegroeien met de hoeveelheid input, dan kan je dus ook gewoon wel een verwachte constante tijd zelfs halen op het opzoeken van bepaalde personen. Dus vandaar dat hash tables best wel een populaire datastructuur zijn hiervoor. Nou, vervolgens is er ook nog een andere derde datastructuur die je hiervoor kan gebruiken. En dat is ook geen gehele onbekende in zeg maar de eerste algoritmiek vakken die je waarschijnlijk zou krijgen op je opleiding. En dat is een binary search tree. Namelijk, je plaatst alle namen van de mensen in een boom samen met een telefoonnummer. En die boom die is op zo'n manier gesorteerd dat alle mensen die een voornaam hebben, die dus voor een ander gesorteerd moet worden, dus aan de linkerkant ervan in de boom staan. Dus in dit geval, als we op zoek gaan naar het cijfer 7 in deze boom, dan begin je dus bovenaan te zoeken in die boom. Daar loop je tegen de waarde 8 in, wat duidelijk te hoog is. Dus dan ga je aan de linkerkant verder zoeken. Nou, vervolgens kom je bij de 3 uit, wat te laag is, en dan ga je dus naar rechts toe. Dus op die manier kan je dus door gewoon te zoeken in zo'n boom elementen vinden. Nou, al deze verschillende datastructuren die hebben dus hun eigen performance karakteristieken. Dus voor al die afzonderlijke queries die ik net gaf, kunnen we een soort van analyse maken van wat nou die query, of hoe lang die operaties duren op zo'n datastructuur. Nou, zoals wij eigenlijk al hadden verwacht, is een linked list niet zo heel slim om dat soort gegevens op te slaan. Want als jij dus met 100 telefoonnummers werkt, nou dan gaat het nog wel. Maar als jij dus een paar miljoen van die dingen erin zet, of voor alle gebruikers van Google Calendar dat soort telefoonnummers gaat opslaan, nou, dan is het na een tijd niet meer vooruit te branden. Dus dat moet je niet willen. Een hash table die is eigenlijk perfect in een zekere zin. Namelijk, we kunnen dus gewoon bijna alle queries kunnen wel een constante tijd antwoorden. Dat is het mooie in hash tables eraan. Als je zorgt dat de hash table groot genoeg is, is de kans ontzettend klein dat er meerdere elementen in zo'n enkele bucket vallen, waardoor dus de lookup tijden heel snel zijn. Enige probleem is, zo'n hashing functie haalt eigenlijk de ordening van data compleet weg. Dus ik noem maar iets, als je dus Albert en Bernard hebt en die plaats je dus in een hash table. Nou, die kunnen echt op totaal, ondanks dat ze dus gewoon in een linked list of in een gesorteerde lijst vlak achter elkaar zouden staan, zullen ze in een hash table gewoon compleet verspreid worden. Het is maar net hoe die hash table werkt, waar die uitkomt, in welke bucket die uitkomt. Dus zo'n scan-operatie die dus gewoon bij voorkeur alle mensen op alfabetische volgorde moet rapporteren, nou, dat gaat dus absoluut niet werken. Dus op dat punt is een hash table niet ideaal. Maar onze binary search tree is eigenlijk wel een mooi compromis. Want je ziet dus dat de lookup tijden voor insertion, gets, deletes allemaal wel redelijk snel zijn. Nog steeds logaritmische tijd ten opzichte van de hoeveelheid data. En de scan operaties die zijn ook heel makkelijk te implementeren. Namelijk je doet eerst als het ware een zoekactie in die tree naar het beginpunt en één zoekactie in de tree naar het eindpunt. En vervolgens rapporteer je alles wat daar dus middenin ligt. Nou, nu hebben we dus gewoon een hele mooie database in memory gebouwd, waarmee we dus toch wel redelijk wat gegevens kwijt kunnen. Maar op enig moment zul je zien dat je dus die data wel wilt opslaan, want je wil niet hebben dat als je server herstart dat je alles kwijt bent. Of je hebt zoveel data dat het simpelweg niet meer op één enkel systeem opgeslagen kan worden. Dus dan zul je toch wel je harddisk een keer moeten gaan gebruiken. En een van de dingen die je daarvoor kan gebruiken is eigenlijk ook een heel simpel opslagformaat, is een zogenaamde sorted string table, een SS table. Dus mensen die dus Cassandra gebruiken, die zullen vast en zeker ooit wel eens een keer ergens het woord SS table hebben zien staan. Nou, het betekent niets anders dan sorted string table. En in zijn allersimpelste vorm is het niets meer dan een file waarin je dus om en om keys en values gaat opslaan. Dus gewoon key 1, value 1, key 2, value 2. En dat doe je dus gesorteerd op key. Dus dat betekent dat dus gewoon Albert helemaal aan het begin van die file zou staan en Zacharias helemaal aan het einde. Nou, het mooie is dat als je dus gewoon op zoek wilt gaan naar een bepaald persoon in die file, je bent op zoek naar Dirk, dan kan je dus gewoon met binary searching op zoek gaan naar die entry. Dus dan zou je eerst naar het midden van een file springen, waar waarschijnlijk Maria of Nico ergens staan. En dan zie je dat je te ver bent en dan kan je weer terugspringen in de file en dan kom je bij Fred uit. En dan zie je dat je dus nog verder terug moet gaan. Dus door dat soort sprongetjes te maken, kan je dus een logaritmische tijd, dus net zoals bij zo'n binary search tree, elementen weer vinden. En het rapporteren ervan is ook heel snel, want als je dus het eerste element hebt gevonden, dan kan je daarna gewoon de file wegstreamen naar de gebruiker die geïnteresseerd was in die data. Dus dat is best wel efficiënt eraan in zo'n SS table. Nou, er zijn eigenlijk een paar trucjes die je kan gebruiken om SS tables nog sneller te krijgen dan wat ik daar net op die vorige slide had laten zien.
Ten eerste wil je in bepaalde gevallen negatieve lookups versnellen. Dus stel je nou voor dat je nou een website maakt waarop mensen kunnen inloggen. En je hebt dus een database waarin je inloggegevens hebt staan. 95% van alle inlogrequests die je zal krijgen op enige populaire site zijn allemaal foute logins van mensen die allemaal dictionary attacks en allemaal willekeurige dingen proberen te doen. Dus je wil toch wel, zeg maar, de negatieve matching toch wel minstens zo snel maken als de positieve matching. En dat zou je kunnen doen met bloemfilters. En een bloemfilter is eigenlijk een soort van hele erge versimpelde hash table, zou je het kunnen zeggen. Het is niets anders dan een bitmask die aangeeft of er mogelijk elementen aanwezig zijn in de dataset die voldoen aan een bepaalde hash. Dus bij die binary search, of sorry, bij die hash table, eerder in deze slide zag je dus dat iedere bucket een complete lijst had met elementen. Nou, in het geval van een bloemfilter is het eigenlijk niets anders dan dat je dus gewoon 1 en 0 bits opslaat voor die individuele buckets. Nou, zo'n bloemfilter zou je dus samen kunnen opslaan in dezelfde file als de SS table. En dus bij iedere query die je dan binnenkrijgt, iedere get request, zou je dus eventjes eerst in de bloemfilter kunnen kijken of het wel dus gewoon een geldige user is of mogelijk een geldige user is voordat je echt gaat zoeken. Dus het is alleen geschikt om te detecteren wat er met zekerheid niet in een SS table zit. Want het zou nog steeds zo kunnen zijn dat er dus in de bloemfilter staat, er zijn wel dingen die voldoen aan deze hash, maar als je dan daadwerkelijk gaat zoeken in de SS table, dan kom je dus niks tegen. Het grappige aan die bloemfilters is, ik had een Wikipedia-artikel zitten lezen en daar kwam ik de volgende zin tegen. Fewer than 10 bits per element are required for a 1% false positive probability. Nou, dat is dus best wel compact. Als jij dus gewoon een, ik noem maar iets, e-mailadres als usernames opslaat, vervolgens heb je dus maar 10 bits extra per e-mailadres nodig om dus een bloemfilter te construeren waarmee je dus met 99% zekerheid van die lookups kan doen. Nou, dat is dus best wel een grote win in efficiëntie. De tweede optimalisatie die je kan uithalen is dat je ook gebruik maakt van een losse index. Het nadeel van zo'n SS-table file, zoals ik hem op de vorige slide gaf, is dat dus keys en values variabele lengte kunnen hebben. En als je daar dus in moet gaan binary searchen, dan kom je tegen allemaal van die problemen aan dat je ergens midden in een key of in een value terechtkomt en dan eerst nog moet gaan terugspoelen of verder spoelen naar de volgende entry. Nou, dat is natuurlijk hartstikke onhandig, dat wil je niet doen. Dus wat je dan doet, is dan maak je eigenlijk twee files aan. Eén file die bevat de daadwerkelijke keys en values. En de andere file die bevat alleen de offsets van de keys en de values. En in die file heb je allemaal records met een constante grootte, waardoor je dus heel makkelijk kan binary searchen in zo'n tweede file. Dus dat is eigenlijk de soort van trucjes waarop je dus zo'n SS table sneller kan maken. Nou, dan vervolgens dan kunnen we hier in onze tabel dus de SS tables gaan toevoegen. Voor get operaties is het dus logaritmische tijd, weer binary searching. En voor een scan-operatie is het niet veel anders. Eerst logaritmische tijd en daarna stream je de resultaten en beginnen op dat punt in de file naar buiten. Je ziet hier dus twee vraagtekens bij staan in deze tabel. Want je kan je dus gaan afvragen van hoe doen we nou überhaupt insertions en deletions op zo'n SS-table? SS-tables zijn gesorteerd. Dus als jij dus een element wil gaan toevoegen aan het begin, ik noem het, je hebt Albert op het begin staan en dan moet Abraham nog voorgezet worden. Dan moet je dus op een of andere manier een gat in die file zien te maken. Nou, dat is dus best onhandig. Dus wat je dan in de praktijk zou zien, is dat je dan heel je SS-table opnieuw naar disk moet gaan schrijven, alleen omdat je één persoon hebt toegevoegd eraan. Dat wil je dus niet hebben, dat is dus best onhandig. En die bloemfilters, die zijn ook weer lichtelijk onhandig. Je kan wel heel makkelijk die bloemfilters maken en de elementen aan blijven toevoegen, door steeds meer bits op 1 te gaan zetten. Maar je kan niet zomaar een bit weer veilig op 0 zetten, want het zou best kunnen zijn dat er meerdere keys waren die diezelfde bit op 1 hadden gezet. Dus het verwijderen van elementen vereist eigenlijk dat je een bloemfilter compleet opnieuw zou moeten berekenen. Dus eigenlijk kort samengevat, SS-tables zijn hartstikke goed voor een read-only formaat, maar ze zijn totaal niet geschikt om wijzigingen aan te maken. Het zijn hele goede immutable datastructuren. Nou, dus nu gaan we eens kijken of we dan toch iets kunnen verzinnen om dan toch die schrijfoperaties te ondersteunen. Want een database zonder schrijfoperaties is ook niet heel zinvol natuurlijk. Dus we gaan kijken naar iets wat dus in BigTable-terminologie tablets wordt genoemd. En voordat BigTable ze gebruikte, zag je ook dat, zeg maar, in academia er ook al bepaalde publicaties over waren. Alleen die gebruikten de iets minder sexy naam Log Structured Merge Trees. Maar de concepten zijn eigenlijk hetzelfde. Heel het idee achter tablets is dat we eigenlijk onze kennis over de memtables die we eerder zagen, dus de binary search trees, en de SS-tables met elkaar gaan combineren tot iets groters.
Namelijk wat we eerst gaan doen is, we zullen gewoon beginnen met een lege memtable. Onze database server start net op, er zit helemaal geen data in. En we gaan vervolgens dus entries toevoegen in onze database. Die worden dus aan de binary search tree toegevoegd. Nou, op enig moment is het zo dat onze memtable te groot wordt. Hij wordt zo groot dat het systeem in zijn swap rent. Nou, dat is eigenlijk al vaak te groot. Het wordt gewoon groter dan een bepaalde afgesproken formaat. Nou, wat je dan zou kunnen doen, is dat je dus zo'n memtable omzet naar een SS-table. Dat is best makkelijk. Want je wandelt over heel die binary search tree heen en je genereert dan ter plekke een SS-table die je dan naar de disk schrijft. Nou, als dat gebeurd is, wat je dan doet, is dan smijt je je memtable leeg. Je begint gewoon opnieuw. Je maakt een tweede nieuwe memtable aan. En wat je vervolgens gaat doen, is je gaat in die memtable alleen nog maar de verschillen bijhouden ten opzichte van de SS-table. Dus iedere keer als jij dus een lookup binnenkrijgt, een of andere client die dus een telefoonnummervriend wil opzoeken of een wachtwoord voor een bepaalde gebruiker wil opzoeken. Maar wat er dan eerst gebeurt, is dat hij dus eerst in de memtable gaat kijken. En wanneer hij het in de memtable niet kan vinden, dan gaat hij dus in de SS-table kijken. Dat is het idee erachter. Nou, vervolgens dan is het zo dat hij dus die tweede memtable die je in het geheugen hebt aangemaakt, die zou dus ook vol kunnen raken na een tijd. Nou, wat je dan doet, is dat je hem dan simpelweg weer gaat wegschrijven naar een SS-table. Dus dan heb je dus twee SS-tables en dan weer een derde lege nieuwe memtable. En dat systeem kan zich dus gewoon eindeloos blijven herhalen. Dus je krijgt steeds meer SS-tables op disk en dan één memtable die als het ware de verschillen ten opzichte van die SS-tables beschrijft. Nou, deze aanpak, daar kan je wel wat vragen bij hebben. Dus ik heb hier even een kleine FAQ toegevoegd als een soort van slide. Nou, de eerste vraag die je kan hebben is van, ja, heel die aanpak die beschrijft wel hoe je dus nieuwe entries kan blijven toevoegen. Maar hoe kan je bepaalde bestaande entries updaten? Moet je dan alsnog de SS-table aanpassen? Nou, het antwoord erop is nee. Wat je simpelweg doet, is je doet dan als het ware een soort van insert in de memtable. Dus een update wordt eigenlijk vertaald in een insert query. Want wat er eigenlijk gebeurt, is dat er afgesproken is dat die memtable altijd voorrang heeft over de SS-table. En een nieuwere SS-table ook altijd voorrang heeft over de oude SS-tables. Dus het is echt dat het gedefinieerd is wat de volgorde is waarop die door die dingen heen loopt. Eerst kijkt hij naar de memtable, dan naar de nieuwste SS-table. En dan werkt hij heel zijn weg terug naar de oudste SS-table. En dan is het ook de vraag die je zou kunnen hebben, hoe verwijder je nou bestaande entries uit zo'n SS-table? Nou, dat is dus iets wat we dus niet willen doen. Wat we in plaats daarvan gaan doen, is dat we dus dat ook vertalen naar een soort van insert-operatie. Wat we namelijk doen, is we voegen een soort van speciale entry toe in de memtable. En dat is een zogenaamde tombstone. En zo'n tombstone zegt niets anders als van, ik besta niet. Dus als, ik noem maar iets, een telefoonnummer voor gebruiker Albert al in een SS-table weggeschreven was en je vraagt vervolgens het telefoonnummer van Albert op, dan is het zo dat wanneer die in de memtable een tombstone tegenkomt, dat hij dan zal stoppen met verder zoeken in de SS-tables die erachter komen. Dus na een tijd kan het ook voorkomen dat tombstones ook eindigen in SS-tables. Want zo'n memtable wordt in zijn geheel weggeschreven naar een SS-table. Dus de tombstones die in zo'n memtable zitten, die zullen ook uiteindelijk op disk eindigen. Een belangrijke vraag die je dan ook kan stellen is van, ja, maar wacht eens, als dit maar lang genoeg doorgaat en ik krijg duizenden of misschien zelfs wel miljoenen SS-tables, kan dit dan nog ooit snel worden? Want als ik dan het telefoonnummer van iemand moet gaan opzoeken, dan moet ik dus eerst in de memtable gaan zoeken, dan in een hele nieuwe SS-table, dan moet ik gewoon vervolgens een miljoen SS-tables gaan zitten afwandelen totdat ik überhaupt weet of het telefoonnummer erin voorkwam. Nou, dat is iets wat opgelost wordt, de zogenaamde periodieke merge compactions. Dus wat er eigenlijk gebeurt, is dat dan meerdere SS-tables tegelijkertijd geopend worden. Dus de alleroudste S-table teruglopen naar gewoon een van de wat nieuwere. Dus gewoon die worden allemaal tegelijk geopend. En hij wandelt zeg maar door al die SS-tables tegelijk. En hij schrijft één nieuwe vervangende SS-table ervoor in de plaats. En dat kan gewoon op de achtergrond gebeuren. Dat is het mooie eraan. De database hoeft niet te stoppen. Hij kan nog vrolijk die SS-tables, terwijl ze gecompact worden, blijven lezen. En hij kan ook nog steeds writes verwerken door ze ondertussen in de memtable op te slaan. Sterker nog, hij kan, terwijl die zitten merge compacten, kan hij zelfs nog nieuwe SS-tables genereren. Dat maakt allemaal niet uit. Wanneer hij klaar is met merge compacten, dan vervangt hij dus al die oude SS-tables door dus die nieuw gemaakte SS-table. Dus al het verkeer kan in de tussentijd nog blijven werken op die oude SS-tables, maar op een gegeven moment wordt als het ware de schakelaar omgezet en worden alle requests die daarna komen doorgestuurd naar zo'n nieuwe SS-table. Hier zijn ook open source implementaties van. Een van de allerpopulairste is LevelDB, die dus door Google geschreven is. Ik zie een hand daarachter.
Ja, hij compact dus van oud naar nieuw als het ware en hij opent er zoveel mogelijk tegelijk. Ideaal gesproken, als je dus niet geks hebt gedaan met jouw opstelling, zou die alle SS-tables tegelijkertijd moeten compacten. Maar stel je nou voor dat je echt in een staat uitgekomen bent dat je echt zo belachelijk veel SS-tables hebt, dat je ze niet allemaal tegelijkertijd zou kunnen openen, dan moet hij dus van oud naar nieuw SS-tables gaan samenvoegen. De vraag is, hoe kan je meer dan één SS-table open hebben? Want je geheugen zat al vol toen je hem dus besloot weg te schrijven. Nou, het idee is dat je hem niet helemaal inlaat van disk. Hier maak je dus gebruik van de features die operating systems hebben, dat je dus gewoon een memory mapping doet, of simpelweg seeks en reads op zo'n file. Dat kan gewoon veilig. Dan ga ik nu door naar wat Bigtable nou eigenlijk is. En dat zijn dus maar 2 of 3 slides die ik heb. Want eigenlijk is het helemaal niet zo'n heel bijzonder systeem als je erover nadenkt. Het is eigenlijk nog een laag bovenop tablets gebouwd. Wat we nu gaan doen is, we gaan dus nu een gedistribueerd database systeem maken van onze tablet. Wat we doen is, we beginnen met een database server waarbij we maar 1 tablet hebben. Dus het is gewoon een lege database of een database die maar heel weinig data heeft. En het past allemaal nog lekker vrolijk in 1 tablet en het kan nog op 1 server gedraaid worden. Over de tijd gaan we steeds meer data toevoegen in die tablet en wordt die tablet op een gegeven moment ontzettend groot. In dit geval zeg ik 128 MB in deze slide, maar je kan ieder getal pakken wat je wilt. Wat je dan op dat moment kan gaan doen is dat je dan zo'n tablet doormidden gaat knippen. Dus je gaat zeggen van, ik heb hier allemaal telefoonnummers van mensen staan. Wat ik ga doen is, ik ga 1 tablet maken waar alleen nog maar de nummers in staan van mensen van A tot en met M. En dan N tot en met Z zetten we in een aparte tablet. Nou, dan heb je op een gegeven moment 2 tablets die dus half zo groot zijn. En wat je dan op dat moment kan gaan doen, is dat je dan kan besluiten om zo'n tablet naar een andere server toe te douwen in jouw cluster. Dus dan heb je vervolgens 2 servers die dus ieders, die data, een stukje van de data hebben. De vraag hoe nou vervolgens nou zo'n gebruiker weet bij welke server hij moet zijn om die data op te vragen, dat is iets wat een beetje buiten dit praatje omgaat. Dat zal ik hier niet in detail beschouwen. Maar het idee is dus dat je dus op die manier data kan ophakken en naar andere servers kan douwen. Dit kan dus ook eindeloos doorgaan. Dus als nou vervolgens die tablet zo groot wordt dat het niet op 2 servers past, dan zul je zien dat dus die tablets nog verder opgesplitst worden en dus nog naar andere servers toegedouwd kunnen worden. Eén interessant aspect is dus ook dat tablets ook opgesplitst zouden kunnen worden, ongeacht hun grootte. Stel je nou voor dat er nou heel veel verkeer uitkomt op 1 specifieke tablet. Dus je hebt bijvoorbeeld 1 persoon wiens telefoonnummer veel belangrijker is dan die van de rest. Die wordt veel vaker opgevraagd. Dan zou je dus kunnen zeggen van, nou, dit is dus een tablet die heel veel verkeer krijgt. Die doe ik nu al preventief doormidden knippen. En dan doe ik de rest naar een andere server toe douwen. En dan heb je dus dat dus 1 zo'n specifieke server opeens nog maar verantwoordelijk is voor de helft van de data. Die zou dus in theorie dan nog maar de helft van de queries krijgen. In de extreme geval is dat dus niet. Stel je ervoor dat dus echt al het verkeer op 1 enkele rij uitkomt. Dan zou het dus zelfs zo erg kunnen zijn dat dan die ene enkele rij, dat 1 naam en telefoonnummer, zo'n compleet eigen tablet zou kunnen krijgen. En dus gewoon op 1 enkele server gedraaid kan worden. Dus dan heb je 1 server die gewoon verantwoordelijk is voor 1 telefoonnummer uitdelen. Dat is dus het idee erachter. Een van de dingen die je tot slot ook nog zou kunnen doen, is dat je pre-splitting kan doen. Als je weet dat er veel load aan gaat komen, zou je ook kunnen zeggen, ik knip alvast deze database op in 100 losse tablets. En dan vervolgens kan je die alvast uitspreiden naar 100 verschillende servers. En dan kunnen die 100 servers dus meteen snel allemaal queries afvangen op die data. Wat ik nog zou willen vertellen over Bigtable is dat ik tot nu toe in dit praatje het alleen nog maar heb gehad over een enkele key en een enkele value. In de praktijk zijn databases wel iets complexer dan dat. Er zijn verschillende manieren waarop je dus met zo'n systeem als Bigtable kan werken met meerdere kolommen. In eerste instantie kan je zeggen van, nou, 1 kolom is voldoende voor mij, alleen ik gebruik die ene kolom om veel data op te slaan. Door bijvoorbeeld structs of tuples te gebruiken. En hier zijn dus Protobuf en Apache Thrift wel goede formaten voor. Dit zijn serialisatieformaten waarmee je dus met een bepaalde schemataal structs kan declareren van meerdere velden. Het voordeel van deze aanpak is dat je dus ook meteen een soort van atomaire updates kan doen op dus meerdere velden tegelijk, want ze worden allemaal op 1 plek opgeslagen in de database. Een nadeel is wel dat, ook al ben je maar geïnteresseerd in 1 specifiek veld uit zo'n struct, je zal altijd heel het struct van de server terugkrijgen.
Dus een tweede oplossing die je hebt, is dat je dus gebruik maakt van zogenaamde column families. En een column family is dus dat jij echt aan Bigtable uitlegt van gebruik aparte tablets om dus deze kolom op te slaan. Het voordeel hiervan is dus dat je dus heel makkelijk ook kan opschalen. Als bepaalde applicaties alleen maar bepaalde kolommen uit de data gebruiken, dan kan je die dus compleet eigen servers geven waar die tablets op gedraaid worden. En zullen die dus ook nooit de performance negatief beïnvloeden van andere kolommen. In de praktijk zie je dat beide oplossingen gebruikt kunnen worden natuurlijk. Dus hier heb ik nog een afbeelding van hoe nou zo'n wat grotere Bigtable eruit zou kunnen zien. Hier zie je dus dat ik adresinformatie en telefoonnummers opsla. Alleen van die adressen wil ik dus natuurlijk ook allemaal losse velden opslaan, straat, huisnummer, etc. Nou, dan zie je dus dat dit dus een voorbeeld is van een tabel waarbij je dus twee column families hebt. En waarbij dus de ene column family data in drie tablets opslaat en de andere in twee tablets opslaat. Dit zijn natuurlijk nog steeds astronomisch lage getallen. Als je dus echt veel data opslaat, dan zul je in de praktijk natuurlijk veel meer dan 3 en 2 tablets zien. Dit is eigenlijk wel hoe Bigtable in een notendop werkt. Ik kijk naar achteren naar JC. Klopt dat? Ja. Ja, er zit ook nog een heel timestamp gebeuren achteraan, inderdaad. Nou, dan geef ik nu mooi mijn microfoontje door aan Ron, want die gaat vertellen hoe Cassandra hier nou anders is. Oh, even mijn bril af, want ik had ze net... Ja. Zo, oké. Ben ik te staan? Oké. Okay. Nee? Ah. Nou. Oh, ja. Microfoontje. Oké. Ja. Zoals Ed al aangaf, van, ik ga dan het verschil vertellen tussen Cassandra en Bigtable. Nou, dat kan ik heel kort zijn. Dat is er niet. Cassandra gebruikt grotendeels Bigtable in combinatie met de column family. Maar voordat we daarop verder gaan, laten we even klein een beetje de... datastructuur vergelijken, want we hebben in Bigtable net gehad en dan zie je dat er heel veel termen vallen, zoals tablet, die anders is in Cassandra. Cassandra heet dat partitions. Ik heb ook even PostgreSQL erbij gepakt. Dat Cassandra die gaat meer richting de database terminologie, maar dat is ook het enige. Cassandra ondersteunt ook een soort SQL taal. Maar het is weer puur alleen maar op data, op het Bigtable deel gebaseerd. Dus echt puur alleen het insert en update. Of er is geen verschil tussen insert en een update. Wat belangrijk is om te weten is dat Cassandra, die kent de term keyspace. Wat in de database wereld een schema is. Maar in Bigtable een table, sorry. De column family is een table, row is een row, dat blijft hetzelfde. En ja, de tables zijn dus partitions. Nee. En waar Cassandra dan hier echt van afwijkt, is vooral hoe het in het netwerk omgaat. En daarvoor heb ik dit plaatje. Wat we hier zien eigenlijk zijn twee datacenters. Ik heb er eentje in Europa fysiek gezet en eentje in de US. Sorry? Oh ja. Ja goed, dat heb ik niet zo heel erg nodig. Dat is eigenlijk het enige wat ik moet je maar aanwijzen. Dus we hebben één fysieke datacentrum. Datacenter. En de stippellijntjes eromheen, om die twee nodes, dat is eigenlijk een rek. Dus je kan tegen Cassandra kun je zeggen van, oké, je hebt hier een node is dan een fysieke server. Je bent op die fysieke server geïnstalleerd. Dat staat in een bepaald rek. En andere nodes staan ook eventueel in hetzelfde rek, maar andere ook niet. En daarmee kan je dus rekening houden met zijn distributie van zijn data. Zodat op het moment als de power van een rek uitvalt, dat in ieder geval de data nog veilig staat op een ander rek. Dat doet hij allemaal automatisch. Het is meer om het idee dat je weet dat het er is. Maar voor de rest hoef je er geen zorgen te maken. Alleen bij de configuratie moet je even aangeven. Goh, je staat in die server en dat rek. De drivers, daar zit ook iets slims in. Je hebt een applicatie bijvoorbeeld. En die kan zowel in Europa als in de US draaien of in Azië. Dat maakt niet uit. En die driver die kan dan zelf zien van, oké, ik ben hier. En ik moet dus naar een bepaalde datacenter connecteren om daar mijn informatie op te halen. Wat wel belangrijk is, is dat Cassandra ervoor zorgt dat alle datacenters gelijk zijn. Dus alle informatie staat zowel in Europa als in de Verenigde Staten. En als je een datacenter aan toe zou voegen, bijvoorbeeld in Azië, dan zorgt Cassandra er zelf voor dat dan ook al die informatie in Azië terecht komen.
het enige wat je moet doen is op het moment dat je een keyspace definieert, of moet je eigenlijk een update op doen, zoals je een database zou updaten, aangeven dat ook datacenter Azië bij is gekomen en dan de rest gaat dan automatisch uiteindelijk gesynchroniseerd worden. En uiteindelijk is dat wel een belangrijk woord. Het kan even duren. En als we naar zo'n datacenter kijken waar alle data in staat, hoe komen er bij onze informatie? We hebben hier verschillende nodes in staan. En in die nodes zit een soort, ja, een V-node noemen ze die. Wat eigenlijk ook wel een partition is, of een soort, ja, waar de data van één tabel in staat, of een deel daarvan. En het gaat het ook heel mooi aan, wij slaan een soort key value op. En die key, die stoppen we hier in een hash. En van die ene hash table maken we, dus van hele, alle nodes bij elkaar, maken we één grote hash table. En dan weten we in welke blokjes bepaalde nodes zijn opgedeeld. En dan daarvan kunnen we zien op welke node we terecht moeten om waar de data staat. Als ik niet te volgen ben, moet ik even hand opsteken en iets zeggen. Ik merk dat ik vrij snel ga. En om de nodes te zien welke up en down zijn, wordt eigenlijk allemaal zelf uitgezocht. Dus er is geen master-slave concept in Cassandra. Dus Cassandra, iedere node is voor zichzelf verantwoordelijk om uit te zoeken wie up en wie down is. Daar hebben we het zogenaamde gossip-protocol voor. En een willekeurige node die begint gewoon met de gossip, te roddelen. En wat hij doet eigenlijk is, je hebt een lijst met potentiële actieve nodes. Nou, die hus je door elkaar heen. Dan gooi je een dobbelsteen en de positie van die dobbelsteen die pak je uit je gehusteld huislijst. En daar ga je een berichtje naartoe sturen. Dan stuur je gewoon een sync naartoe van hey, dus eigenlijk een soort three-way handshake van TCP. kun je mij informatie geven? En vervolgens geeft hij node 3 alles informatie van alle beschikbare nodes terug. En dan komt hij bij node 8 aan. Node 8 zegt van, hey, deze lijst heb jij. Dit is mijn afwijking en die afwijking stuurt hij terug. En dan zijn ze alle twee weer op de hoogte van hun beide stand. Nou, een minuut later gaan ze deze keer alle twee gospen roddelen. Met andere nodes, willekeurige nodes. En dan zijn die nodes allemaal up-to-date en dan vervolgens gaat die weer met elkaar praten, up-to-date, en dan is iedereen, oh, dan is iedereen bij. Dus nu weet iedereen hoe het landschap, ja, in elkaar zit. Het belangrijke hieraan is dat de GOS-protocol kan alleen maar aangeven wanneer een node up is. Dus op het moment als de node, stel dat node 2 wegvalt, dan wordt er niet door het GOS-protocol gemeld. De reden hiervoor is, stel voor dat node 2 nou in een ander datacenter zit en alleen node 3 kan bij node 2 komen via VPN-verbinding. En dus als node 4 dan node 2 probeert te komen, maar die komt niet de firewall heen, ja, dan wil je niet hebben dat hij automatisch offline gemeld wordt, want hij is wel online, alleen hij kan via één bepaalde route kan hij erbij komen. Om dat probleem te verhelpen, hebben ze een failure detection opgezet. Het is eigenlijk gewoon een heartbeat listener. En deze kan dus als enige zeggen dat de node down is. Eén keer in de zoveel tijd kijkt hij naar een complete lijst met nodes. Gaat hij het tijdverschil bekijken. En als op een gegeven moment een node te lang offline is, dan gaat hij hem offline markeren. Gaat die node dan weer op een gegeven moment roddelen, dan komt hij weer via gospel protocol komt hij weer binnen. En dan zegt hij oké, ik krijg weer berichten, dus deze node is weer op. En dat gaat dan weer via die andere manier gewoon weer helemaal, wordt het verspreid. En zo zorgen ze dan dat ze ook van elkaar weten wie er draait en wie niet. Vanuit de applicatie gezien wil je informatie versturen en ophalen. Maar hoe kun je nou bij die data komen? Je hebt geen idee welke noden up en down zijn. Je weet niet waar de data staat. Dus op het moment dat je dan een vraag stelt, gaat naar een driver. Een driver kan verschillende manieren geconfigureerd zijn. Maar standaard is hij geconfigureerd op dat je weet welke regio die zit, aan de hand van de IP-adres. En dan gaat hij het dichtbijzijnde node bijzoeken. En die wijst hij aan als coördinator. Een coördinator kan gewoon elke node zijn in het netwerk. Er is geen specifieke rol. En dat kies je ook aan de hand van de key die je daarvoor gebruikt om informatie op te halen. Vervolgens gaat die coördinator naar de nodes toe.
om die informatie op te halen, dat doet hij in verschillende stappen. Nou, de eerste stap is dat we een soort select doen van klanten met ID. En je ID is dan de key value van je Bigtable. En vervolgens stuurt die coördinator een statement terug, statement ID, en wat metadata. En onder die metadata zit ook nodes die informatie heeft, of kan hebben. En vervolgens stuurt de driver alvast een prepare statement naar al die nodes toe. Van, goh, ik ga dadelijk deze informatie vragen. En vervolgens geeft hij het execute commando met de parameters. Dus in dit geval het vraagtekentje, de ID, naar de coördinator. En die coördinator gaat het dan verder doorzetten. En daar houdt hij met bepaalde elementen rekening. Dit werd ook al even genoemd van, je hebt een key value pair, kan dus dezelfde key hebben met verschillende timestamps. Dus je hebt een soort visionering op tijd erin zitten. Om dat te kunnen detecteren dat je bij de juiste informatie hebt, of in ieder geval de laatste informatie hebt, pakt hij de coördinaten eerst de snelste node, daar krijgt hij informatie van terug. Dan vervolgens vraagt hij aan de tweede snelste node, vraagt hij een digest. Dan gaat hij vergelijken die digest op de data die hij hebt gekregen. Op het moment dat het goed gaat, dan zegt hij, oké, dit is de laatste versie van de informatie, dus die geef ik terug aan je applicatie. Komen die niet overeen, dan zegt hij van, hé, ik heb hier een fout gedetecteerd. Mijn nodes zijn dus niet up-to-date. Wat hij dan doet, is hij blokkeert de informatie terug naar de applicatie, gaat dan weer alle nodes aanspreken van, hé jongens, jullie informatie klopt niet, want er zit een verschil tussen. Dan gaan eerst al die nodes al hun informatie bijwerken, dat je in ieder geval dezelfde data op alle nodes bestaan, en dan vervolgens geeft hij ze pas terug aan je applicatie. En dit is een van de technieken om te voorkomen dat je dus nodes out of sync zijn. Vanuit je applicatie kun je daar wat tuning mee geven. Sowieso hebben we een replication factor. En replication factor zegt eigenlijk niks anders van, ik heb die informatie, normaal hoort hij maar op één node terecht, aan de hand van je partition key. Maar om die dat niet kwijt te raken, hebben we hier drie neergezet. Dat betekent dat je die informatie op drie verschillende plekken moet opslaan. En wat die drie plekken zijn, dat doet dus ook Cassandra allemaal zelf uit. Dat geef je aan tijdens het creëren van je keyspace. Maar daar kun je ook mee aangeven tijdens het versturen van de query die je stuurt. met de coefficiënt factor van, ja, in dit geval is de 1. Stel voor dat je haalt die informatie op en je moet het heel snel hebben. Dan geef je dus een constantie van 1 aan. Dat betekent op het moment dat als 1 node aangeeft, ik heb de informatie en het is goed. Of nee, ik geef aan, ja, ik heb de informatie, dan stuurt hij meteen terug naar de driver. Het kan zijn, in dit geval, dat je dus een foutieve node hebt en dat risico neem je. Omdat het oude data is. Op het moment dat je zegt van, ik wil zeker weten dat het in ieder geval goed is, kun je een local quorum gebruiken. En een quorum betekent eigenlijk gewoon, ik wil van helemaal datacenter van 51% een reactie krijgen en daar de juiste informatie van terugsturen. Nou, dan kun je het ook meegeven. En je hebt dan een quorum over je datacenter. En dat betekent dat over je complete netwerk. En dan gaat hij dus in alle datacenters vragen van, oké, geef mij dit setje data. En dan gaat hij daaraan kijken, 51% is de meerderheid. Dat klopt allemaal. Dus dat geef ik terug aan de client. Dus je kan hier kiezen voor of je langzaam wil zijn, maar consistent wil zijn. Of dat je heel snel wil zijn en het risico wil lopen dat je niet consistent bent. En zowel voor de lees- als voor schrijfactie kun je dat aangeven. De consistentie, dat is alleen vooral, of de replication factor is vooral alleen maar voor het wegschrijven. Je hebt nog meerdere opties om mee te geven, maar deze komen overeen zowel bij lezen als bij schrijven. Dus de rest laat ik even wat het is. Stel voor het een node down gaat. Een van de nodes waar je informatie kwijt wil. Dan kan de coördinator, die kan dat detecteren. En die gaat dan een soort handoff vel creëren. Dus op de coördinator, gewoon een willekeurige node dus, houdt hij een bestandje bij met de acties die hij moet uitvoeren als die node weer terug in de lucht is.
hij slaat dus niet de daad op, maar alleen de acties die hij later moet uitvoeren. Op het moment dat node 2 weer up is, dan stuurt hij dus al die acties weer naar node 2. En dan is node 2 als goeds weer bij. Dit heeft wel een beperking. Je kan natuurlijk niet oneindig al die acties weg blijven schrijven. Standaard Windows op 3 uur gezet. In de configuratie van Cassandra kun je daarmee spelen hoe lang je dat wil doen. Even kijken. Dat zijn allemaal tools om te detecteren tijdens het draaien, wanneer je een actie uitvoert of er iets fout is. Je hebt ook een andere belangrijke tool, node tool heet dat, om een repair uit te voeren over je cluster. Wordt geadviseerd om dat 1 keer in zoveel tijd te draaien, zelfs wekelijks. Die gaat dan door je complete lijst heen, door je complete dataset heen, om te kijken of alles gelijk is. Heel arbeidsintensief, kost veel tijd, daarom ook maar 1 keer per week. Je hebt dan een decommission en een remove optie. De remove node, dan verwijder je node direct van de cluster. Dus is je ook gewoon niet meer te benaderen. Decommission zeg je eigenlijk van, deze node staat gepland om verwijderd te worden. Zorg in ieder geval dat al de informatie die op die node staat, naar andere nodes verspreid wordt, zodat ik niks kwijtraak. Ja, en je hebt nog veel meer opties voor node tool. Dus sowieso is dat een belangrijke tool. Als je met Cassandra gaat gebruiken, ja, dan kun je bijna niet om node tool heen. Dat zijn onze sources. En dat was ons praatje. Ik ben er, merk ik, vrij snel doorheen gegaan. Als er nog vragen zijn naar mijn of Ed, dan kan er nu nog. We hebben nog. Als jullie het niet erg vinden om een klein beetje in de pauze door te gaan, dan kunnen we nog een paar korte vragen beantwoorden. Wat is het minimale aantal van het aantal replica's? Want als je hem kan instellen op 1, dan heb je heel veel minder functionaliteit. Tot aan x aantal kopieën. Ja, dat klopt. Het advies sowieso om Cassandra cluster op te zetten, is altijd een oneven getal te pakken. Dus pak nooit 4, want dan zit je met je local quorum altijd fout. Omdat je minimaal 51% moet hebben. En eigenlijk zeggen ze altijd, ja, 3 minimaal en 5 is echt, ja, geadviseerd. En je kan hem eventueel groter maken. Maar dan kun je misschien ook nadenken, wat kan ik misschien beter? Ja, ligt aan je use case. Om daar nog iets op aan te vullen, 5 is dan vaak wel een mooi getal, omdat je dan 1 systeem dan in gepland onderhoud kan zetten en dan kan het, terwijl dat gebeurt, nog systeem in ongeplande downtime hebben. Ja. En dan heb je dus nog steeds de 51%. Ja. Ja, ik heb een vraagje over SS Table. Die SS Tables zijn denk ik eigenlijk een lineair construct. Want in die SS Tables gaat een constant aantal dingen in, hè, maximum. Je valt even weg. Het microfoon is volgens mij uitgevallen. Oké, dankjewel. Die SS Tables zijn denk ik een lineair construct, zeg maar. In die SS Tables zit een constant aantal dingen in. Dus het is wel een hele grote constant, er zitten misschien 1 miljoen dingen in. Maar je moet wel, als je een ding opzoekt, dan moet je al die SS Tables teruggaan om hem te vinden. Dus ik zou zeggen dat als je een beetje strenge informatica professor hebt, dat die zegt van, ja, wacht eens even, Bigtable is niet order log n om dingen op te zoeken, maar order n om dingen op te zoeken. Klopt dat? Eigenlijk zou ik dan nu moeten zeggen, hoe bedoel je? En dat Ron dan weer opnieuw terug moet lopen. Alsjeblieft. Het is inderdaad zo dat gewoon zo'n enkele SS Table is waar je dus de O log n tijdgarantie hebt. Je hebt dus, als je het in een tablet gebruikt, heb je dus een m keer log n garantie, waarbij m het aantal SS Tables is dat je hebt. Dat zeggende, je probeert toch wel vaak genoeg merge compactions te doen dat m hierin redelijk klein blijft. Een van de dingen die we dus bij Kumina ook doen, is dat wij statistieken uit Cassandra dan halen in dit geval. En heel simpel, het aantal queries dat wij doen, of eigenlijk andersom, het aantal SS Tables accesses dat worden gedaan op ons cluster, delen door het aantal queries dat wij doen. En dan krijg je dus een hele mooie inzicht in van wat voor een slechte staat je cluster is. Want als dat te hoog is, dan betekent dus dat je eigenlijk had moeten merge compacten, dat daar iets dus niet goed is gegaan. En dat daardoor je query performance daar inderdaad onder leidt. Dus ja, klopt helemaal. Mag ik een warm applaus voor.
de mic, de stein of wat? Deze. Oh, wij moeten denken aan het kopje of zoiets. Nou,